Elke keer als wij een controlerondje doen, dan waren er elke keer wat minder geiten die wat kreupelden of nieuwe geiten die opnieuw begonnen te kreupelen, zeg maar. Het totaalbeeld werd langzamerhand steeds beter. Ik ben Albert Michels en ik werk op het bedrijf De Methorst, de melkgeiten. Hier melken we een kleine 3000 geiten. Het bedrijf bestaat nu sinds 2015, dus we melken nu ongeveer 5 jaar. We zijn geloof ik nu 1,5 jaar geleden begonnen met het gebruik maken van de eierschalen. Daar zijn we mee begonnen omdat we wat klauwproblemen kregen bij de geiten. Die werden eigenlijk vooral veroorzaakt door natte klauwen of te veel vochtige plekken en met name de wachtruimte was naar ons idee de grootste besmettingsbron. Toen zijn we op zoek gegaan en bergforage kenden we al en toen kwamen we dus op het product eierschalen zoals we dat hier gebruiken. Het grote voordeel is dat het droger blijft en goedkoper is. En zolang je het bed, de laag mooi rul houdt en regelmatig ververst, is het een heel mooi product om hiervoor te gebruiken. We doen 1 keer in de maand mesten we alle potten uit. En dan strooien we onderin de pot ook een laagje van die eierschalen. Daarvoor gebruikten we kalk. Alleen ja, de kalk was vaak toch ook weer duurder en was een dunnere laag. Nu doen we een iets dikkere laag. Hierdoor blijven de potten vooral op het begin, als er nog niet zoveel stro in zit, heb je toch een iets mooiere laag die vocht opneemt. En ja, zo hou je de pot ook weer droger. Die eierschalen komen dus wel tussen de mest. Dus je hebt wel meer tonnen aan mest die je af moet voeren. Maar over het algemeen vinden akkerbouwers, die mest gaat vooral naar akkerbouwers, vinden dat niet zo'n heel groot probleem. Het ligt er een beetje aan op welke grondsoort ze zitten. Dan moeten ze kalk bijstrooien en als ze deze mest afnemen, hoeven ze minder bij te strooien. Dus scheelt dat wat dat betreft ook weer iets in de kosten voor hun.